Deze beschouwing gaat over christendom en communisme. Communisme is voor mij hetzelfde als fascisme en democratie. Wat die drie systemen gemeen hebben, is dat ze staan voor een kleine groep mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken en het volk doen laten geloven dat ze iets te vertellen hebben. Dat geldt dan in het bijzonder voor democratie. Bij het communisme heb je dat ook. Iedereen dient lid te zijn van de partij. En het fascisme, ja, dan heb je echt een dictator natuurlijk. Maar ook een heel systeem eromheen van mensen die eraan meewerken en die dan denken dat het fascisme het beste is voor hun regio. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is een beperkte groep op de achtergrond. En die bepalen wat er gaat gebeuren. Noem het maar een onzichtbare koning. Een koninkrijk heb je niet echt meer, hè? Zweden heeft een koning, maar ja, wat stelt dat nou voor? In Nederland hebben we ook een koning, maar ja. Uit Nederland staat net als Zweden. Onze koning staat onder de paus. Die democratie die we hebben, we stemmen dan op de ene partij of de andere partij. Maar ja. Van allebei word je niet blij. Dan nemen ze iets als een JSF, de Joint Strike Fighter. Dat is oplichterij. Dat ding had al lang moeten werken. En stel, we hadden hem. Hè? Waar hadden we die voor nodig dan? Waar hebben we überhaupt straaljagers voor nodig? Anders dan dat je burgers er de stuipen mee op het lijf jaagt als je die straaljagers gebruikt om over stedelijke gebieden te gaan vliegen. Wat gebeurt? Het was niet zo lang geleden, toen was er gesodemieter met Rusland en een van de Baltische staten. En toen is er een Nederlandse F-16 naar Litouwen verordeneerd om daar bescherming te bieden ofzo. Of Letland. Ja, het kan niet langer met die Poetin. Ga toch weg. We hebben helemaal geen straaljager nodig. Punt. En zeker geen JSF. Je kan denken dat voor het geval er weer zoiets gebeurt als zo'n ramp. Wat we hadden in 1953 was dat, hè? Die watersnood. Dat je daar wat dingen voor achter de hand hebt. Nou ja, dan heb je toch het meest aan hier helikopters of zo. Maar dan kan het handig zijn om zo'n Amerikaanse legerhelikopter te kopen, een aantal daarvan. Zo'n Chinook of zo. Waar je dingen in kan vervoeren. Die een paar ton kunnen tillen. Maar meer zou ik niet weten voor onze luchtmacht.
Door de Duitsers, die vallen voorlopig niet binnen. En de Belgen ook niet. En toch hebben we al die zaken. En dat wordt allemaal gekozen door het parlement. Ik zeg je, het is onze regering hier. De club die ons regeert. Die doen dat geheel voor hun eigen plezier. Die bekommeren zich niet om de Nederlander. Die doen maar wat. Wat ze zelf leuk vinden. Of leuk, ja. Ja, ze spinnen er goed garen bij. Door de Europese Unie, hè, daar werken 40.000 mensen voor. En per iemand die daar werkt, wordt daar €345.000 gemiddeld voor uitgegeven. Aan salaris en kantoorvoorziening en noem het maar. €345.000 per jaar. Kijk, dat is communisme. Hier in Nederland geldt voor een medewerker van de overheid een ding en dat heet de balken en de norm. Daar praat je over. Dat was toen ooit ingeschoven op €175.000 per jaar. Nou, zoveel geld heb ik per jaar nog nooit bij elkaar gewerkt. Maar dat krijg je wel als minister-president. Of de topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid of zo. Secretaris-generaal van Justitie. Dat gaat maar naar huis met al die centen. Dat is communisme. En wat doen ze voor ons? Helemaal niks. Ik las gisteren in de Volkskrant, of nee, dat was een andere krant. Ik was even om een pakketje weg te brengen bij de PostNL. En daar stond zo'n krantenstand. Dat er zijn Europese richtlijnen, regels voor de uitstoot van stikstofoxide. En die zijn zo streng en strak dat de bouw van windmolens nu even stilgelegd moet worden. Want anders overschrijden we ons kwotum. Nou ben ik niet zo'n voorstander van de huidige vorm van windenergie. Ik vind die torens niet, die dingen niet deugen, die molens. Is me veel te geavanceerd. Dat moet eenvoudiger kunnen. Dat kan eenvoudiger, dat weet ik. Veel haalbaarder. Maar dan nog, dat ze die huidige windmolens, dat kan dan eventjes niet meer vanwege de maatregelen van de EU. Ja, dat is niet in het belang van ons. En welke maatregel vanuit de communistische overheid wel, vraag ik u. Ja, ik zou het niet weten. En we hebben ze willen een Europees leger. Ik denk, waarom? Europa wordt aangevallen. Door wie? Niet zo lang geleden waren wij bezig in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
En dan stond er in de krant dat we daar bezig waren om onze zuidgrenzen te verdedigen. Ja, wat moet ik hierop zeggen? Onze zuidgrens die ligt toch bij België, of niet? Maar tegenwoordig ligt die iets beneden de Sahara. Idioterie. Communisme. Ook Engeland, hè? Engeland heeft 3 jaar geleden gezegd dat ze uit de EU willen. 3 jaar geleden. En zijn ze nu uit de EU? Nee. Ze zitten er nog steeds in. Dan heb je die vent, die heet Nigel Farage. Met een F van Ferdinand. Ik vind het een rare vent. Een soort grappenmaker of zo. En die is er dan voor om ervoor te zorgen dat het nu echt gaat gebeuren na 3 jaar tijd. Terwijl het zo makkelijk is, hè? Engeland stopt met betalen. Klaar. Wat denk je dat de EU eraan kan doen? Als Engeland stopt met betalen aan de EU, gewoon niet meer betalen. Bekijk het maar. Ja, maar dan krijgt Engeland een economische boycott. Nou, een economische boycott is een oorlogsverklaring. Dus dan mag Engeland bommen gaan gooien. Netjes aankondigen dan, hè. Zo. Want ons is de oorlog verklaard met een economische boycott. En onze reactie is, je heft die boycott op. Per nu. Of wij gaan bombarderen. Dan gaan er een aantal bommen vallen op het hoofdgebouw van de Europese Commissie. Ja, oorlog is oorlog. Maar in eerste instantie beginnen wij eventjes met niet te betalen. Zou Nederland ook moeten doen. Gewoon niks meer betalen aan de EU. Dan ben je ook gelijk van die regels af. Dan zoek het maar uit. Dat lijkt mij beter. Maar dat vereist moed. Moed van de Nederlander. En hebben wij die moed nog? Het vereist moed. Moed van de Brit. Maar heeft die Brit die moed nog? Nee, ik denk dat wij tot over onze oren in de problemen zitten. We zitten midden in het boek Openbaring. De vrouw die zit op een beest. Hè? En ik zag een vrouw zittende op een beest. Was dat weer? Openbaring 13 toch? Ja. Maar power to the women. En dat is communisme. En het christendom is de
de remedie. Maar ja, niemand is meer christelijk. Alle vrouwen zijn de baas. En zie dan maar eens als man om de macht weer terug te krijgen. Ik ga je vertellen, dat gaat je niet lukken. Niet makkelijk. Ik denk dat eerst de samenleving totaal moet ontaarden. Het zal nog en nog en nog erger worden. Dat er geen verschil meer is tussen mensen met Down-syndroom en mensen die wel het normale aantal chromosomen hebben. Allemaal even dom. Ja, dat wordt een fraaie samenleving. Een samenleving der idioten. Je ziet het nu al, hè? De idioterie slaat toe. Ik had een paar jaar geleden hier een jonge vrouw op bezoek. En die bleek te studeren aan de landbouw. Hogeschool heette dat vroeger. En die studeerde milieu. En dat heb ik er ook gestudeerd. En we hadden het daar verder niet over. Ja, ik vroeg even hoe het met haar ging en alles. En heb je een leuke studie en zo. Nou, punt 1. Financieel had ze het heel moeilijk. Ze betaalde een huur, joh. Ik dacht, wauw. En dat was dan via studentenhuisvesting. Hè? De SSH, Stichting Studentenhuisvesting. En ik kende dat complex waar ze woonden. Dat stelt geen drol voor. Maar ze betaalde vrij veel huur. Ze moest er ook nog bijwerken om het financieel rond te krijgen. En ze had RSI opgelopen. Want ze moesten God gewoon zijn tijd verslagen typen. Formuleer je mening over dit. Maar gelukkig had ze dan een dermate heftige RSI-aanval dat de huisarts haar had verteld van nou oké, dan teken ik wel een verklaring dat je la la la. En ja, met die verklaring kon ze dan naar studiefinanciering gaan en dan kreeg ze een soort van ja, extra beurs of zo. Dan hoefde ze geen punten te scoren voor zoveel maanden om die RSI te laten genezen en daarna weer aan de slag. Nou, zei ik, was mij aan het interviewen over het een en het ander en daar waren we mee klaar. Er stond zij op het punt om weg te gaan en toen vroeg ik aan haar iets over dat gedoe met global warming, hè? En koolstofdioxide. Ja, zei ze, dat is wel een issue, hoor. Ik zeg, ja, ken jij de koolstofcyclus, vroeg ik aan haar. Nee, zei ze, wat is dat? Nou, ik dat uitgelegd. Dat heb je zo uitgelegd, hè. Als je koolstof, dat neem je al als uitgangspunt. Of koolwaterstof, wat mij betreft. Dat ga je verbranden. Nou, een koolwaterstof, dat levert je koolstofdioxide op, plus H2O. Dat is water. Dus koolwaterstof plus zuurstof en een vonkje erbij of zo.
geeft CO2 en H2O in een bepaalde verhouding. En nou, H2O, ja, dat is water. Hè? Daar doe je verder niet veel aan. Nou, trouwens, ja, nee, dat heb je natuurlijk wel nodig, CO2 en H2O. En dan overnieuw heb je CO2 en H2O plus zonlicht en chlorofiel. Dan krijg je weer koolwaterstof en zuurstof. Snap je? Dus koolwaterstof en zuurstof, dat levert CO2 en H2O op. CO2 en H2O plus zonlicht en chlorofiel, dat zit in planten, dat is dat groene spul. Dat maakt daar weer koolwaterstof en zuurstof van. Oh. Oh, dat wist ik niet. Studentmilieu. Ja, moet ik er blij van worden? Ik dacht het niet. Dat is het communisme. Mensen weten helemaal niks. En dat zie je ook met dingen als vaccinatie. Wie heeft er nou nog besef? Met wat je aan het doen bent als samenleving door massaal kinderen te gaan vaccineren. Nou, allemaal verhalen de wereld inslingeren over hele stoute ouders en die laten hun kinderen niet vaccineren. En nou, dat kan niet hoor. Nou, waarom zou dat niet mogen kunnen? Als ouder ben je toch verantwoordelijk voor jouw kind, of niet? Ja, maar niet in het communisme. Nee. Want in het communisme is het kind van iedereen. En niet langer van de ouders. Ik haat communisme. En volgens het christendom is het kind een kind van God. En jij als ouder, jij bent de primaire verzorger. Want jij kent dat kind van haven tot gort. En jij dient God door te zorgen voor dat kind. Dat is de deal. Daar heb je geen overheid bij nodig. Het christendom is per definitie anarchistisch. En een archon betekent een leider of een heerser. Een an betekent niet. Het christendom heeft maar één archon. En die verblijft in de hemel. Dat is God. Een God loopt niet hier op aarde in de rondte, ook niet als die paus Franciscus de Eerste heet. Maar hij is God niet. Dat beweert hij wel. Maar ik kan ook van alles beweren, maar daarmee ben ik het nog niet. En Jorge Mario Bergoglio is niet de plaatsvervanger van Jezus Christus. Geloof me maar. Op mijn woord. Ja, maar de communisten, die zijn toch tegen het geloof? Dus dan zijn ze ook tegen de paus. Nee, dat is niet waar. Jozef Stalin, die heeft een opleiding gevolgd tot jezuïtische katholieke priester. Het is hij niet geworden. Hij is Jozef Stalin geworden. Hij heette anders. Hè? Jozef Stalin is zijn artiestennaam. De
dat communisme, dat is de staatsvorm van de paus, die heeft dus meerdere gezichten, waaronder fascisme en democratie. En voor elk wat wils. Ik vind communisme de beste betiteling. Dat is van de paus. Dat heeft hij uit laten dokteren. En je bent communistisch of je gaat dood. Je bent katholiek of je gaat dood. We worden allen één. Erg hoor. Heel erg gevaarlijk wat er gebeurt. Ik zag net David Icke, die Engelse man. En hij had zo'n verhaal van ja, over 20 jaar of zo. Nee, over 10 jaar, in 2030. Zo over 10 jaar. Dan gaan ze de menselijke hersenen verbinden met een computerchip. En dat bedoel ik. De enige reden waarom David Icke dat soort dingen kan zeggen, dat niemand onmiddellijk zijn internetabonnement opzegt, of een David Icke filter wil. Want ik wil wel internet, maar niet meer dat ik dat hoofd van David Icke te zien krijg. Kan ik ook een David Icke filter krijgen? Ja, dat komt omdat we niet begrijpen wat van onzin die man spreekt. Heb ik van de week gezien, een filmpje. Er was een lezing en die werd gegeven door een man en die heeft gewerkt in de epilepsie gebeuren industrie als arts. En mensen die ongelooflijk last hadden van epilepsie, daar werd dan als ultieme, als laatste ingreep, besloten tot een hersenoperatie. En die heeft hij ook uitgevoerd ook. Bizar, hè? Maar het was levensreddend. Het was of dat, of die patiënt zou dagelijks gevaar lopen om dood te gaan. Aan zo'n aanval. Die man die heeft dus zeg maar experimenten gedaan in het kader van levensreddende operaties, maar gewoon stukken hersenen doorgesneden en zo. En hij kwam tot de ontdekking dat dat niet uitmaakte voor de persoonlijkheid. Waarop hij zich dus ging afvragen van ja, maar ik kan hersenen kapot snijden voor zoveel als ik maar wil. Ja, dat gaat natuurlijk wel heel doordacht en zo. Maar die mensen blijven precies hetzelfde. Die veranderen voor geen biet. Dat is toch vreemd, hè? Kijk, als je dat doet met een computer, als je mijn Mac openschroeft en je gaat in zo'n, ik heb een i7-chip van Intel. Dat wordt gezien als het brein van de computer. Als je in die i7-chip, als je daar een soldeerbout iets in doet, dan neem je mijn hele Mac denk ik kapot. Dan doet helemaal niks meer. Maar in de hersenen van de mens kan je kennelijk zomaar een stuk doorsnijden. En dan verdwijnen de epileptische aanvallen en ja, voor de rest, die persoon blijft gewoon Piet van der Meulendijk. Die graag gaat voetballen of daarna kijkt. Dus er is meer aan de hand dan dat David Icke loopt te beweren. Ik verklaar je ook dat David Icke, die werkt voor de communisten.
door ons ja, te waarschuwen voor een gevaar wat er niet is. En heeft hij het over de internationale bankiers. Ja, die zijn het gevaar. Wow. Nou, de internationale bankiers die werken voor de paus. Dat zou hij moeten zeggen. En dan kan jij zeggen, ja, maar hij heeft ook een keer, heeft hij een hele uitzending gehouden. Heeft hij naar Vaticaanstad afgereisd en ja, dan stond hij toch stil bij de symboliek van die jongens. Zij is heus wel kritisch hoor, op de paus. Ja. Maar niet totaal, hè. Hij vertelt niet het hele verhaal. Hij ligt zo'n beetje zo'n tipje van de sluier. Zo, nou, kijk, het is, de paus is toch wel ja, is esoterisch, Babylonisch. Het is een cultus. En ja. Maar hij vertelt niet het hele verhaal. Wie vertelt er nou bijvoorbeeld dat Vaticaanstad dat een staat is? Dat is een land met een eigen grondwet en een eigen leger en een eigen politie en eigen rechtbank. Ze hebben ook een eigen euromunt. Maar ze zijn geen lid van de Verenigde Naties. Ze zijn toezichthoudend lid. Dat betekent, ze mogen elke vergadering bijwonen die ze maar willen. Maar ze kunnen niet op de vingers worden getikt. Ja, ja. Hey, dat zou David eigenlijk moeten zeggen. Doet hij niet. Terwijl hij dat weet. En in plaats daarvan zit David Icke ons verhalen voor te houden over reptilianen. Zo. En ik denk, ja, ga toch weg. Ja. Een goede toreador, die heeft een rode lap. En dan die stieren, die zijn half kleurenblind, weet ik wel. Maar die kunnen niet zo goed zien. En die denken dan dat die rode lap, dat het is. Hè. En die toreador staat ernaast natuurlijk. En die stier gaat af op de rode lap en... En dan olé, en dan krijgt hij een dolk tussen zijn schouderbladen. Ja. Dat is David Icke, die ons een rode lap voorhoudt. Van ja, het is allemaal dit, het is allemaal dat. En dan kijken wij daarna, dan denken we dat. En we hebben niet in de gaten wat er nou eigenlijk aan de hand is. Snap je? Dat is het christendom niet. Het christendom zegt duidelijk wat er aan de hand is. In het Oude Testament, in het boek Samuel, daar wilde het volk een leider, een koning, net als de heidenen. Toen heeft de profeet Samuel gezegd tegen dat volk, jullie zijn gek, want je hebt maar één leider en die heb je al en die heet God. Ja, zeiden die mensen, maar dat is een ingewikkeld verhaal. En hebben we jou nodig om uit te leggen wat God dan precies wil. En we willen gewoon een koning, hoor. Nou, ze samen wel, maar ik heb dan nog zoons. Maak het uit. Er zijn altijd wel profeten. Ja, dat vertrouwde de goede gemeente niet. En ze wilden toch een koning. Nou, dat werd een drama. Dan kwam er een andere koning, dat werd weer een drama. En toen kwam Salomo, dat werd weer een drama. En nu hebben wij de paus als de wereldleider. En nou, het drama is compleet. De oorlog in Vietnam is verordeneerd door de paus. En wij de Amerikanen maar de schuld geven. Ja? Maar de Amerikanen die wisten dat. Hè? De Amerikanen in de jaren 50 is die oorlog in Vietnam begonnen.
En toen in de eind jaren 70 dan de boel in de volgende versnelling ging, toen was iedereen alweer vergeten dat ze in de jaren 50, toen dat begon, dat het die oorlog werd genoemd Spelly's War. Oftewel de oorlog van kardinaal Spelman. Kardinaal Spelman. En in 1955, toen dat begon, ja, toen was het een beetje een beginstadium. En ja, toen hebben ze een beetje een pas op de plaats gemaakt, zullen we maar zeggen. Want er kwam wat oppositie, dan doen we even kalm aan. En toen hebben ze dat incident verzonnen in de baai van Tonkin. Of de golf van Tonkin was dat. Zo'n stuk zeegebied. Een Amerikaans schip zou zijn aangevallen door de Noord-Vietnamezen, maar dat was helemaal niet waar. Amerika in rep en roer. Nou, toen waren ze bereid om er naartoe te gaan om Charlie aan te pakken. En niemand had in de gaten dat het helemaal niet ging om een oorlog tegen Noord-Vietnam, het ging om een oorlog tegen Zuid-Vietnam. Dat werd ook geen hond. Wat die communisten hebben uitgespookt. Zoals zo'n Amerikaanse bevelhebber en ze hadden de aanvoerroute van de Ho Chi Minh, de Ho Chi Minh-route heette het ook, waarmee de Noord-Vietnamese wapens en voedsel en brandstof en munitie naar de troepen brachten. En die vochten tegen de Amerikanen, want de Amerikanen waren zogenaamd bezig om de Zuid-Vietnamese te verdedigen tegen die Noord-Vietnamese. Nou, toen hadden ze die aanvoerroute, die Ho Chi Minh-route, totaal gebombardeerd. Nou, die Noord-Vietnamezen, die waren ook niet gek. Dus toen al die bommen gevallen waren en die weg dus vol met kuilen zat, gingen die Noord-Vietnamezen daar naartoe en gingen ze die kuilen repareren. Nou, dat duurde een tijdje. En toen zei die bevelhebber van kom, dan gaan we weer. Ja? Ja, we hebben één keer bommen gegooid. Dat stopte de aanvoer van munitie en brandstof en wapens en voedsel en al die dingen. Maar inmiddels is het weer gerepareerd. Dus, en we weten nu precies waar het ligt. Nog een keer bommen. Nee, werd er gezegd van hogerhand. Nee, het was wel even genoeg geweest. Wat, zei die bevelhebber? Ja, we gaan nu niet weer bombarderen. Ja, zei die bevelhebber, maar dan komen er allemaal weer wapens en munitie en al die meuken en voedsel. En dan kunnen onze jongens weer pief, paf, poeven. Om zich te verdedigen tegen een opnieuw bewapende vijand. Ja, zei Hogerhand, dat is dan maar zo. Zo gaan die dingen bij een oorlog. Ja, want het ging om een oorlog van Noord-Vietnam tegen Zuid-Vietnam. En Noord-Vietnam was communistisch en die hebben gewonnen. Want in het zuiden van Vietnam had je een lappendeken van, ja, noem het maar, hertogdommetjes, graafschapjes en zo. En het overheersende geloof was boeddhisme. En dan niet een centraal aangestuurd boeddhisme, maar ja, misschien wel aardig boeddhisme. Iemand als Jörg Liesman zou zeggen, ja, het blijft boeddhisme, dus het blijft heidens. Heeft hij wel gelijk in, natuurlijk. Ik denk ook wel dat er in het boeddhisme een aantal militante clubjes zitten, hoor. Ik ben er geen fan van. Doe mij maar christendom. Veel relaxter, man. Dat is toch heerlijk, een christelijke samenleving. De gezinnen tellen heel hard mee. Dus eert uw vader en uw moeder. Ja, iedereen houdt zich, mag je hopen, aan de geboden van Mozes. Ja, niet oordelen, niet het vingertje heffen naar andere mensen toe. Kijk naar je eigen seikneus.
elke week naar de kerk. Nou, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Ja, het mag wel. Door Jurk Liesman, die gaat ook elke Shabbat, elke zaterdag, gaat hij Bijbel lezen samen met Tom Fresh en Brett Norman. Dat is ook een soort kerkje. Heel kleintje, met z'n drieën. En dan pakken ze weer wat leuks erbij. Over internet. Wat denk jij, is een samenleving in waarin iedereen zo is? Dan heb je harmonie, hoor. Een samenleving met gezinnen. En kinderen die opgroeien in een rustige omgeving. Waar papa en mama met respect met elkaar omgaan. Snap je? Krijg je heel andere kinderen van. En als je andere kinderen krijgt, dan krijg je uiteindelijk een andere samenleving. Die harmonieuzer is, die rustiger is. Die wel overwogen is. Die daarmee ook welvarender is. Want communisme leidt alleen maar tot armoede van het individu. Hè? Besef dat goed, man. He, zo'n Europese Unie, wij betalen dan behoorlijke bedragen aan de Europese Unie. En wat doen ze met dat geld? Nou, als eerste geven ze zichzelf een meer dan riante vergoeding van 350.000 euro per jaar, per persoon. Ja, inclusief alles dan, hè? Kantoorkosten erbij, en transportkosten, en reiskosten, hotelkosten, dinerkosten, zeg het maar. Hè? Alles zit erin. 345.000 euro per jaar. Per persoon. En dat is dan nog wat er volgens de boeken van links naar rechts gaat. Het is maar de vraag wat er nog aan andere deeltjes en toestanden zitten, hoor. Maar dit is wat ze zelf toegeven. Nou, en dan delen ze vervolgens dan nog met gulle hand. Gaan ze geld uitdelen aan zogenaamd arme landen. Zoals Litouwen en Letland en Estland en Bulgarije. Ja, wat hebben wij met die landen te maken? En wij maar betalen. Het is duidelijk dat wij dat geld kwijt zijn aan het communistische systeem wat de Europese Unie heet. Nou, die 345.000 euro per persoon per jaar, die blijft hangen aan die 40.000 mensen die werken voor de EU. Nou, die poen ben je kwijt. Dat is natuurlijk een belachelijk bedrag. Het lijkt mij dat iets van 80.000 euro pp, dat lijkt me prima genoeg. Inclusief kantoorkosten. Want de Europese Unie hoeft niet in het allermooiste grote gebouw te zitten. Waarom? En dan nog al dat geld wat ze dan uitstrooien. Litouwen bijvoorbeeld, per inwoner van Litouwen gaat daar dik 400 euro per jaar naartoe. Hè? Per inwoner. Meegerekend bejaarden, baby's, buitenlanders, baaiersklanten, zeg het maar. Snap je? Meer dan 400 euro per jaar gaat er eventjes naartoe. Per persoontje. Van Litouwen. En levert dat wat op? Wat dan?
Of is dat ook weggegooid geld? Litouwen krijgt al, ik weet niet hoeveel jaar, krijgen ze die poen van de EU. Maar wat is er dan gebeurd in Litouwen? En wanneer gaat Litouwen dan een keer betalen zodat wij kunnen vangen? Wij betalen al 30 jaar aan de EU, hè? Elk jaar weer opnieuw. En wat levert ons dat op? Anders dan nieuwe maatregelen. We mogen binnenkort eventjes geen windmolens meer bouwen, want anders produceren wij te veel stikstofoxide. Dat gaat toch weg? Het is te erg voor woorden, hoor. Ik vind dat bedroevend. Ik vind het bedroevend dat wij dat accepteren. Doe mij maar het christendom. En nogmaals, je hoeft mij niet naar de kerk, daar gaat het me niet om. Maar begrijp het boek Samuel. En begrijp dat Genesis 1 vers 1, in de beginnen schiep God hemel en aarde. En niet Jonker met zijn dronken kop. Snap je? En wij hebben maar één entiteit te vrezen. En dat is God. En voor de rest is het... Ja, je dient je te gedragen naar zijn woord. Ja, zoals in het Nieuwe Testament zo mooi staat. Doe tegen een ander zoals jij wilt dat een ander doet tegen jou. Ja, dat is door Confucius, die Chinees, is dat ook gezegd. Die heeft gezegd, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En die draaide het om. In de Bijbel staat het positief. Want doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen doen tegen jou. Nou, ik hoop dat jullie dit goed begrepen hebben. En wat mijn zorg is en wat de oplossing is. De oplossing is het christendom. Dan heb je in elk geval een gemeenschappelijk boek. Dan heb je een gemeenschappelijk boek op basis waarvan je een gemeenschappelijk protocol op kan stellen. En zo ga je je gedragen. En die mannen weer terug aan de macht. Ik ken zo'n vrouw en die werkt in de ontwikkelingshulp en ze heeft de kerel de deur uitgetrapt en heeft ze dus die twee kinderen voor zichzelf. En ze doet dan iets namens de stichting CARE, de C-A-R-E. En specifiek gaat ze vrouwen helpen. Ergens in Bolivia of zo. En die zegt, dat vervloekte patriarchaat, ik wacht op het matriarchaat. En ik zeg je, er is al lang een matriarchaat. Alleen we hebben het niet in de gaten. Maar de man is al lang de baas niet meer. En die hobbelt achter de rokken van de moeder van zijn kinderen aan. En zijn eigen kinderen lachen hem uit. Ha ha ha, mama is de baas. En papa moet gewoon doen wat mama zegt. Ik had hier met Marktplaats, ik had wat verkocht. En die man die kwam dat spul ophalen. En het ging een beetje moeizaam. Hè? Want ja, dan kom ik er wel, dan komen we toch niet. Nou, uiteindelijk zou die zondag kunnen. Ik zei, nou, dat is goed man, ik ben toch altijd thuis. Maar dan kwam die dan op zondag. En toen vroeg ik aan hem, hij had die spullen. En ik vroeg aan hem, van, waar moet je nu naartoe, hè? Om hem een goede reis te wensen en om even een beeld te krijgen van waar ik naartoe moest. Oh, zei hij, ja, voordat ik naar huis kan, moeten we eerst naar Apeldoorn om te gaan wandelen. Ja, zei hij, want als ik dat niet beloofd had, dan had ik nu niet naar je toe kunnen komen om die spullen op te halen. Toen dacht ik, oh, wat zielig voor die man. Ja, die man die werkt ongetwijfeld 5 dagen in de week met zo'n baan, met een leaseauto. En dan moet hij 50 uur per week op het werk. Nou, niet helemaal. Even
maar 9 keer 5. Ja, maar 45 uur per week moet hij aanwezig zijn op zijn werk. Heeft hij aan reistijd nog een keer, 14 uur per week. Ja, 2 uur per dag. Zeg maar 10 uur per week reistijd, als hij mazzel heeft. Dus 55 uur in de week is meneer aan het buffelen. Dan is het weekend aangebroken en dan moet hij, ja, dan kan hij niet eens lekker gaan hobbyen. Kan hij niet eens zeggen van, ik neem de auto mee, ik ga naar Perry in Arnhem, ik ga die spullen ophalen en ik ga de hele middag ga ik lekker knutselen. Nee, dan moet er gewandeld worden, want anders mag hij niet mee. Matriarchaat is dat. En wij mannen vreten dat maar. Ik ga afsluiten, want mijn thee is op. Het is 50 minuten. En mijn beschouwingen hou ik altijd korter dan een uur. Dat vind ik een goed idee. Hey, reuze bedankt voor het luisteren over christendom en communisme. En ik weet niet of ik mijn standpunt op alle fronten goed heb verwoord. Maar ik hoop dat je erover gaat nadenken. Want dit wordt helemaal niks namelijk. We gaan de verkeerde kant op. En op zijn hamburgers zeg ik hier tjus en dag lieverds.